Welkom jongens bij een nieuwe video op mijn kanaal. En we gaan weer Battlefield 1 doen en dit is War Story 3 jongens. We zijn bijna klaar. We hebben alleen hierna nog de Runner en dan een Nothing's Riven. En dan hebben we hem jongens. Laten we snel beginnen. Avanti Savoia, let's go. Are you all right? We're ready for you to cut the cake. Wow, these are incredible. Yes, it was an incredible time. You looked very handsome in that uniform. That's not me, that's Matteo. Oh, of course. I'm sorry, Dad. Take as long as you need. No, no, it's okay, tesoro. It's time I told you what happened to him. It was during our last battle together, just a few days after our 21st birthday. My brother's battalion had been ordered to capture a fort deep into enemy territory. I wasn't going with him. I was part of a special unit with a different mission. Our task was to support Matteo's battalion. Proud unit. We changed the war for Italy. The Arditi. Weer krijg ik kippenvel, jongens. Weer. Maar ik snap niet hoe ik steeds echo weer krijg, want nu heb ik mijn oortjes erin en jullie horen steeds echo en ik weet dat het echt super irritant is. Dus ja, ik moet weer een headset gaan kopen. Maar dat komt goed, jongens. Ik hoop alleen dat jullie het vet gaan vinden. Ook gaan supporten. Wij zien nu de Arditi. Dus het Italiaanse bestellingen. We zitten helemaal in pak. We hebben super veel ammo. We hebben echt twee machine guns, joh. Ik had to fight up the mountain and take out anything targeting his unit. Just hearing a story makes me worry for you. Don't worry. I was in a full suit of armor. Besides, the Arditi were proud volunteers. They would have done anything for Italy. Maar goed, zoals jullie horen, praat hij met zijn dochter. A church was sitting at the base of the path. Enemy troops had fortified it. I had to fight them first. Oh, dit is een soort multiplayer iets. Want in de multiplayer moet je dit ook capturen. Ben ik nou gewoon dood gegaan? Oké, dat was niet de bedoeling. Ik dacht, die kan ze wel aan, maar nee. Oké. Overnieuw. Second try. The church was sitting at the base of the path. Enemy troops had fortified it. I had to fight them first. Oké, we gaan wel om. Gaan we omlopen. Oké,
Nee, we kunnen geen bayonet charge. Want ik wil... Oh nee, ik heb geen bayonetten. Nee. Ja, ren maar weg, nietje. Wat dat? Oké, die is in ieder geval neer. Dat is goed nieuws. All that was left after the flame troops were some foot soldiers. After that, the church would be ours. Laat maar komen. Was an artillery gun that was sharing us and Mateo's unit. I had to destroy it. And he was still heading to the fort? Right. I had to make sure he got there. Teniamoli sotto pressione! The fuck? Wie schiet er op mij? Oeh, tank! Oh nee, toch niet. Twee in één gewoon. Nice. Oké, we moeten naar boven zijn. We moeten onze vriend helpen. Wij zijn dus de unit die als backup kan worden opgeroepen. En nu gaan we er zelf heen. De hele Italian offensive was in dangerous zone is that artillery can remain. So I had to take it down. Even in dekking. Oeh, een field manual. We komen er echt veel tegen. Hè? Oké. Dit doet me gewoon een beetje aan Assassin's Creed denken. Oh, ben ik nou gewoon de één? Ik ben gewoon een van de enigste die nog... Oh ja, ik ben ook de... gast met de armor aan. Dus ik moet ook een beetje pushen. Hoppa. Die nu neer.
Hoppa. Ja, ja. Hadden ze echt niet verwacht, dat dynamiet. Oh, daar zit nog een flamethrower gast. Ik deed er zo moeilijk over. Ik ging gewoon dood door een flamethrower met 3 kogeltjes en hij is dood. Zo, nice. Oké, ik ga nog even rondkijken of ik hier nog iets kan vinden. Dan gaan we naar binnen. Ze rennen als een gek op me af. Ze weten toch wel dat ze dan doodgaan. Sommigen hebben ook gewoon hun verstand er niet bij. Je moet artillery gun slopen. Dan kan ik hier niet. Hier kunnen we ook in. Ik heb geweer als een wijs dan. Hij rent gewoon van me weg. Oké. Ga je niet pas in als we alles hebben gecheckt. Oh, hier is gewoon een enemy. Oké. Dat hebben we. Oké, nou, we gaan het slopen, denk ik. Oh, wacht, we hebben een dynamiet. Oké, hier doen we eentje. Hier. Hier. En hier. Even distance. En let's go. Artillery gun destroyed. That explosion was one of the sweetest sights of the war for me. But there was no rest. I could see an anti-aircraft gun over the next ridge that was taking out our planes. That was my next target. Goed, en ik zie nu pas dat de character Luca heet. En ja, dat is een Italiaanse naam. En ik had het tegen mijn vrienden voorspeld. En gezegd, misschien zit er wel mijn naam in, want er komt ook eentje een war story in Italië. En ja, toch had ik gelijk. Oké, dat vond ik wel een leukje. Zelf ben ik geen Italiaan, maar... Ja. Oh, zit hier een... oh nee. Reloaden. The gun was manned by Austro-Hungarian troops. I had to remove them before I could use the gun myself. Maar ik zie wat het, dat we daarheen moeten. Bang. Ja, nu ben je niks meer, hè? Nu is hij niks meer zonder machine gun. Waar? Hoppa. Maar ik snap het niet. Ik snap het echt niet, hoor. Ze gaan naar me toe lopen alsof ik niets ben. Ik ben wel een man met armor. Daar ze echt niet van kunnen winnen. Het is echt een beetje... ja. Maar hij zat er wel lekker in camouflage, ik had hem helemaal niet gezien. I take down the last man, but then I hear a noise that I will never forget. They were targeting Mateo's unit below me. So I do the only thing I can. It was me against an entire enemy bomber squadron. Allemaal neer. If those men were killed, our advance would be completely halted. And I would have lost my tail. Oké, ik ben even terug, was een kleine knip. Waar word ik gehit? Oh, daar. Oké, die is neer. Nou, die nog. After the first few went down, they started targeting me.
stand my ground. Oké, die is neer. We doen dit allemaal voor een vriend. Die vriend moet echt wel wat betekenen voor hem. De laatste. Eén laatste blik. Come on. You can do this. Bestellium, bestellium. Come on. En we hebben hem. Nice. Were you still safe behind your armor? Of course, of course. Nothing could dent it. But then the planes veered away. When I got up, I thought I had died and gone to hell. They blew up the mountain. They buried us. They buried themselves. Oh God, Mateo. I had to find him. So I went down into that hell. It was my only choice. Find Mateo. He could have been anywhere. Dat jongens gaan we de volgende part doen. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Ik in ieder geval wel. Ik zeg laat jullie like achter en abonneer. Dan zie ik jullie in de volgende video. Later guys. Later.